Een duik in de archieven van de Nederlandse televisiehistorie. Recensent Ron Vergouwen blikt terug. In Cassie, terugkijken. Ja, al maanden is Griekenland het middelpunt van onze tv-journaals. Onze verslaggevers wonen inmiddels zo'n beetje op de Acropolis. En de souvlaki komt ze nou echt de neusgaten wel uit. In Athene is onze correspondent Marloes de Koning. Wat doen de ministers op dit moment? Ja, die zijn heel erg druk. We gaan door naar Eva Wiesing in Athene. Is dit inderdaad het beste resultaat voor de Grieken, zoals premier Tsipras zegt? Nou, hij kan niet anders dan dit resultaat met verve gaan verkopen hier in Griekenland. Ook toen Griekenland in vroeger tijden het journaal haalde, was het meestal niet vanwege goed nieuws. Zoals hier in 1965. Wekenlang heeft in Griekenland een halve burgeroorlog gewoed. Eén student werd gedood bij relletjes die ontstonden na een conflict tussen koning Constantijn en ex-premier Papandreou. Ondanks al zijn streven, ondanks al zijn toespraken, is Papandreou niet als premier gekozen. Maar verder was Griekenland op tv toch vooral het land van die mooie cultuur en de warme zon. En in 1977 leerde Nederland het land eigenlijk pas goed kennen door deze legendarische Engelse tv-serie. Men have died in battle all over Crete. Women and children too. This is an island of slaughter. Our soil is the color of blood. And so is our best wine. Tja, wie betaalt de veerman? Heette deze oersoop vol intriges, opgenomen op Kreta. Volgens mij wachtte de veerman trouwens nog op zijn geld. De kinderen kregen een paar jaar later Griekse les van Bassie en Adriaan in hun avonturenserie De Verzonken Stad. Wat we allemaal beleven, zie het komend half uur. Maar er wordt ook veel gelachen in ons Griekse avontuur. Kalimera. Hey. Kalimera. Oh, dat vind ik niet leuk. Wat is er, Bassie? Ja, hoor je dat niet? Wat? Ze zegt Kalimero tegen me. Huh, lijkt er niet op Kalimero. Bassie. Ze zegt geen Kalimero tegen je. Ze zegt Kalimera. En dat is Grieks voor goeiemorgen. Tja, je maakt wat mee daar in Griekenland. Maar wat je er ook van vindt, alle kijkertjes spraken na deze serie vloeiend Grieks. Kalimera is goeiemorgen. Kalinichta is goeienacht. Lapso, dat is huilen. Jeljo, dat is een lach. Paikalo is alsjeblieft. Ja, en overigens leerden we door de clown en acrobaat ook dat Kreta een ideaal toevluchtsoord is voor boeven. 3000 kilometer van die vervelende Bassie en Adriaan vandaan. Ja, want u zit te mooi in Nederland en wij zijn in Griekenland. Waar is de brand? Ik zeg, we zijn in Griekenland! Ja, dat weet ik ook wel. Ja, ook in de serieuzere programma's werden de echte Grieken, trouwens 15 jaar geleden, nog echt als boeven afgeschilderd. Neem nou deze aflevering van Kassa in de zomer van 2002. Goedenavond, Kassa op reis vanuit Griekenland. We zitten aan de voet van de Acropolis in Athene. Oh ja, en gaat u de Acropolis beklimmen, zorg dan wel voor een flesje water voor onderweg. Want als je nou hier op de Acropolis en je koopt daar een flesje water, dan betaal je 2 euro. Dat is omgerekend in Nederlands geld 4,40. Dus dat is best veel voor een half litertje water. En zo moet u altijd even op de kleintjes letten in Athene. Maar in die tijd waren de Grieken er toch vooral om grappen over te maken. Ze werden in tv-series dan ook vaak neergezet als klunzige en domme vreedzakken. Zoals in de populaire Amerikaanse comedyserie Perfect Strangers. Waarin de Griekse domoor Balki ongevraagd intrekt bij zijn Amerikaanse neef in Chicago. I'm Balki Bartokomus. Feel of my teeth constant 3 times removed is a step uncle to your father on my mother's side, 2 continents removed. I see, so we're sort of related by rumor. En dat komisch bedoelde beeld is er sinds de Griekse crisis niet positiever op geworden. Het cabaretduo Jeroen Woe en Niels van der Laan zorgden 5 jaar geleden in een oudejaarsconferentie voor de genadeklap. Bedankt. 22,8 miljard. Bedankt. Frankrijk 6,9 miljard. Jeetje ontzettend bedankt. Spanje 9,8 miljard. Bedankt. Nederland 4,7 miljard. En dat voor zo'n klein land. Allemaal erg bedankt.
Ook Fred en Ria van Draadstaal deden een euro in het zakje. Of een drachme. Ik ga toch niet het onderste aan mijn eigen kant zagen om vervolgens te zien dat al het geld wegsluist in een of andere bodemloze putski van die scheidgrieken. Niet alle Grieken zijn onbetrouwbaar. Nou, wel alle Grieken die bij Ajax hebben gespeeld. Poppenhuis, bedoel die matglas, die pantalist. Pantelit. Ongelooflijk, ja. Zakken vullen bij Ajax, maar vervolgens pas gaan scoren in andere clubs. Die man van dat Griekse restaurantje, dat was toch een hele betrouwbare man. Ria, ondertussen flikken die zagen zijn visa gruzelen met ze. Ik heb wonder dat je failliet gaat. Op een dag ga je natuurlijk kaart op je... Nee, het beeld dat de gemiddelde tv-kijker hier de afgelopen jaren kreeg van Griekenland zit vol clichés, vooroordelen en stereotypen. Maar ja, de ruimte voor nuance via het medium televisie is meestal niet erg groot. Cassie, terugkijken.